Daphne, wat leuk dat je er weer bent. Het is alweer een tijdje geleden. Ja, hè? Laatste keer was vorige zomer of zo, ergens in juli, augustus of zo. Toen was ik er niet. Was ik in Zwitserland, was ik kaasfondue aan het eten. Oh ja, dat klopt. Heerlijk, ja. Dat is de eerste keer dat jullie samen in de show zitten, wat dat betreft. Ja. We hebben nog nooit samen radio gemaakt ook. Nog niet, hè? Nee, we zien elkaar wel vaak op de radio, de voor, de na, de achter en nou, wat dan allemaal niet. Vooral erachter. Dat is alleen voor achter de schermen dit. Maar ik vind dat dus ook heel leuk om een keer met jou hier te zijn. Ja, dat is wederzijds heel erg, Daphne. Wij beginnen de uitzending altijd met onze Lidl Hymns. Wij delen dan een Lidl Hymn uit aan iets of iemand waarvan wij denken van... nou, jij mag wel wat aandacht krijgen. En eigenlijk aan jou de vraag, aan wie zou jij dat willen doen deze week? Ja, nou, heel simpel aan mijn vader. Ja? Ja, mijn vader die is 82. En die heeft... Is als uitgezonden, weet je wat, vroeger had je dienstplicht. En hij moest naar Nieuw-Guinea toe. Daar was toen nog oorlog. En dan werd je dan als jong broekie van 18 heen gestuurd. En hij is daarmee een veteraan dus. Want hij zat bij de mariniers. En hij mocht dit jaar weer op 4 mei bij het monument in Dreumel een krans dragen. En ik vind dat echt super cool. Want hij is dus 82. Ja. En hij loopt daar dan heel stoer tussen al die militairen die nog in vol ornaat zitten. Loopt hij dan met zo'n krans helemaal zelfstandig. Nou, dat vind ik echt stoer. En vind ik wel heel mooi dat hij dat doet. Ja, zeker. Dat is gewoon heel erg waardevol natuurlijk toch. Heb je dan niet zo'n heel trots gevoel als je dat zo ziet? Ja, joh, ik meld warm wordt janken. Ja, dat. Mooi, Rick. Ik heb hard zitten nadenken weer over Lidl Hymn. En uiteraard heb ik weer niks bijzonders meegemaakt deze week. Maar ik heb wel één persoon die mijn Lidl Hymn echt wel verdient eventjes. En dat is mijn buurvrouw. Ja. Ik weet niet hoe ze heet. Ik noem ze ook wel de Peter T. Ja. Want zij vangt altijd mijn pakketjes op als ik niet thuis ben. En dus eigenlijk, wat ik nu doe is een soort van Lidl Hymn gecombineerd met een Lidl Haat. Ja. En die Lidl Haat die gaat eventjes naar PostNL en DHL. Want ik probeer altijd zo goed mogelijk te voorkomen dat mijn buurvrouw mijn pakketjes moet opvangen. Oh, ik vind dat gewoon vervelend, weet je wel. Dus het is geen postkantoor. Ja. En als het een keer zo uitkomt, ja, oké, ala. Maar het hoeft niet de spuigaat uit te lopen. En dan had ik van de week al een keer een pakketje bij de opgehaald. Omdat ik bij dat pakketje niet kon aangeven dat het ergens anders gebracht moet worden. Of op aan het tijdstip of wat dan ook. Dus ja, dat kwam even zo uit. En toen zou ik vandaag weer een pakketje binnenkrijgen. Maar ik heb bij dat pakketje al aangegeven van tevoren. Van je kunt kiezen dat het in de avond wordt bezorgd. Betaal je €1,50 extra, geloof ik, of zo. En dan komen ze in de avond brengen. Ik denk, dan ben ik gewoon thuis. Dan zorg ik dat ik thuis ben. Ook dus keurig aangegeven. Ook betaald en zo ervoor dat ze s'avonds zouden komen. Ik word vandaag wakker. Krijg ik in mijn mailbox. Heb ik vanmorgen om 10 uur al een mailtje gekregen van... het is bij de buren bezorgd. Ik van, waar heb je dan in godsnaam voor betaald? Ja. Maar dus, ik heb wel twee vragen. Ja. Hoe vaak... bestel jij pakjes als dit een probleem is? Momenteel bovengemiddeld. Okay. Maar dat heeft een beetje te maken met dat ik op mijn werkwijding te doen heb, geloof ik. Dan loop je grote bestellen op je werk de hele tijd. Ik ga zeg maar aan het einde van mijn dienst armer de deur uit dan dat ik gekomen ben. En de tweede vraag. Ja. Heb je buurvrouw al ooit een keertje een cadeautje gegeven als dankjewel? Nou, ik zat er deze keer, vandaag zat het oprecht over na. Ik denk van, zou ik even een doosje merci halen of zo? Hartstikke leuk. Als het binnenkort weer gebeurt, want er zitten nog een paar pakketjes aan te komen, dan ga ik dat wel even doen. Of je koopt hem al, je legt hem klaar. Kun je hem, hup. Ja, misschien wel. Dat is de wisseling van de Nou, in ieder geval, mijn Lidl Hymn voor de buurvrouw, want echt sorry. Maar weet je wat het ook is? Als je bijvoorbeeld bij die grote blauwe webwinkel, als je daar meerdere spullen bestelt, die hebben het ook weer van derde partijen vaak. Dan als jij in één bestelling 5 producten bestelt, dan krijg je 5 verschillende pakketjes vaak. Ja. En van rots op, wacht dan even tot je alles bij elkaar hebt. Ja. Maar goed, dat is maar weet je wat je ook zou kunnen doen? Je kunt natuurlijk ook een bloemetje bezorgen, hè? Laten bezorgen bij iemand anders. Ja, dus dat je doet dan, even. Dat je dan die deurbel geldt en denkt van, hé, nee, kut, weer ik. Ja. En dat het al zo'n bosje bloemen is. Zo aardig vind ik het ook niet. Ik hoop dat ze niet luistert. Nee, dankjewel buurvrouw. Oké, even tot slot. Mijn Lidl Hymn gaat uit naar een nieuwsbericht van vanmorgen. Ik las namelijk dat er een jongetje in Amerika, die had zin in ijs. En die dacht, nou, ik pakte mijn moeders creditcard. En ik ga wat ijs bestellen online. Wat SpongeBob lollies. En toen heeft die moeder uiteindelijk een factuur gekregen van €2.171 euro. Ja.
En toen, op een gegeven moment kwam die bestelling ook daadwerkelijk bij hun thuis, niet bij de buurvrouw, van 918 SpongeBob lollies. En toen heeft die vrouw dus ook gezegd van ja, dat is best wel veel geld, maar mijn zoontje die heeft een autisme spectrum stoornis, dus daar kan hij eigenlijk ook niet zo heel veel aan doen. Nu is er dus een soort van crowdfunding gestart. Oh, en nu gaan allemaal mensen gaan dat geld doneren, want ze hadden het allemaal niet breed en zo. En er staat nu al $11,000 op. Jeetje! Maar waar gaat jouw Little Him dan naar uit? Nou, dat jongetje, ik vind dat zo schattig. Ja, ik vind het ook stoer. Ik vind dat zo maar ik vind wel, als bedrijf zijn, als je dat verkoopt... Ja. En je krijgt zo'n mega-order, zeg maar... Ja. Van dat soort producten, van kinderproducten... Dan ga je toch even een belletje eruit doen van, goh, klopt dit wel? Nou, misschien is het gewoon wel een heel groot kinderfeestje. Je weet maar nooit zo, hè? Ja, dan kun je toch altijd nog even checken. Ik vind dat wel heel bruut om te zeggen van, oké, mooi, betaal maar. Ja. Kom op. Maar ik vond het heel schattig. En er wordt geld gedoneerd aan die ouders en aan het jongetje. En hij heeft heel veel lollies nu voor de zomer. Dus dat zit allemaal volgens mij wel goed. Toch? Ja. Kunnen in ieder geval heel veel kinderen bij hem blijven slapen ook. Ja. Volgens mij ook wel. Was toch dit? Dat was alles. Dat was alles. Het is gedaan. En daarvoor moet ik mijn duimpje omhoog doen. Ja, daar moet je je duimpje voor omhoog doen. En jij ook. Thuis, op je bank, in de stoel, helemaal alleen. Duimpjes omhoog en delen met iedereen. Doe ook even abonneren als je dan toch bezig bent. Ik heb knaldrang. Kom.